Ik ben Ina, de huisseksuoloog van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Bij lepeltje, lepeltje liggen beide partners op hun zij met hun gezichten dezelfde kant op. Degene die penetreert ligt achter de andere. Dit kan met een penis, maar bijvoorbeeld ook met een voorbindtildo. Je kan dit standje zowel voor vaginale als anale seks gebruiken. Het is een comfortabele, rustige houding en geen vermoeiend of belastend standje. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld zwanger bent. Bovendien heb je allebei je handen vrij om elkaar of jezelf te stimuleren. Een nadeel is wel dat je elkaar niet kan aankijken en dus minder makkelijk de signalen van de ander kan opvangen. Je kan zorgen voor diepere stimulatie door als kleine lepel voorover te buigen. Bij het begin kan het makkelijk zijn om het been een beetje op te tillen, zodat de penis of dildo er makkelijker kan inglijden. Tijdens de seks kan het dan weer leuk zijn om de benen volledig te sluiten, zodat het voor de grote lepel iets wat anders aanvoelt.